We hebben het vandaag over liefde, dat is mijn thema. Wie is jouw grote liefde? Mijn vriend. Ja. En waarom is hij jouw grote liefde? Vertel. Hij is een aanvulling, zeg maar. We vullen elkaar heel erg aan. En ik denk dat het belangrijk is in een relatie. Dus ja. En op welke gebieden vult hij jou aan? Eigenlijk op alles wel. Hij motiveert me heel veel om zeg maar mijn eigen ding te doen, mijn eigen business verder te zetten. Gewoon om mijn doelen te bereiken die ik voor mezelf heb gezet. Dus hij staat altijd achter je, hij is je support, je steun en toeverlaat. Ja, no matter what, ja. Zo dames, hoe heten jullie? Janine en Tanisha. En hebben jullie ook een vriendje toevallig? Het is heel erg ingewikkeld. Status ingewikkeld dus? Ja. En kan je daar iets meer over vertellen? Hoe is dat ingewikkeld? Ik weet eigenlijk niet wat we aan het doen zijn. Eigenlijk ook niet als ik wel echt ready ben voor een relatie, zeg maar. Oh, oké, op die manier. Hoe lang zijn jullie al samen? Wij zijn 44 jaar getrouwd en 48 jaar samen. Wauw, en wat is de truc om zo lang bij elkaar te maken? Elkaar vrijlaten. Niet jaloers zijn, vrijlaten en samen vrienden hebben, maar ook je eigen vrienden en vriendinnen hebben. Dat klinkt heel gemakkelijk, maar het werkt bij jullie. Het werkt bij ons uitstekend, ja. Buurmeisje, buurjongen, dus 14 en 15 waren we. Wauw, dus jullie eerste liefdes eigenlijk van elkaar. Ja. En nooit uit elkaar geweest. Nou jongens, hier kunnen jullie een voorbeeld aan nemen. En hoe zit het bij jou? Heel ingewikkeld. Ook ingewikkeld? Ja. Zijn ma is heel streng en hij mag niet te veel, dus ja, hij mag eigenlijk ook niet met mij iets hebben. En waar hebben jullie elkaar leren kennen? Op Tinder. Op Tinder, ja. Oh, leuk. Ja, nou ja, het zijn dus succesverhalen, want vaak hoor je echt hele andere dingen. Ja. En hoe is dat zo gekomen? Je was aan het swipen? Ik was me aan het vervelen en toen was ik aan het swipen en toen zag ik zijn profiel en dacht ik, oké. Want hoe gaat het eigenlijk tegenwoordig? Je vriendje of vriendinnetje leren kennen, is dat allemaal via social media? Want... Nou ja, ik denk niet alleen via social media, maar ook gewoon via school kan ook wel maar... Ja. Ik denk social media wel heel... Mensen zijn volgens mij bang ook om zeg maar, iemand te daten van school of van werk of van de buurt. Of op iemand af te stappen. Ja. Want als iemand jou een DM stuurt, reageer je dan of reageer je niet? Of kijk je dan echt naar iemands profiel? Ja, je gaat eerst even dat account bekijken en dan misschien een foto liken en als je dan terug lijkt en dan zo gaande. Maar via Insta vind ik een beetje... Ja, toch wel eng, zeg maar. Ja, kan een catfish zijn. Bijvoorbeeld, ja. Sorry, naar mij kijken. Ervaring mee? Ja. Hi. Hoe gaat het met je? Goed, een beetje moe. Ja. Je hebt pauze, maar fijn dat je even tijd wilt maken. Ik heb één vraag voor je. Ja? Hoe belangrijk is de liefde voor jou? Heel belangrijk. En waarom? Het geeft me energie. Ja. Geef je dat ook terug, dezelfde energie? Ik hou van liefde geven en meer dan dat mensen naar mij geven, zeg maar. Dus je bent meer een gever dan dat je ontvangt? Ja. Als u zo om u heen kijkt, hè, denkt u dat iedereen genoeg liefde ontvangt? Ja, dat is heel moeilijk inschatten. Ik denk sowieso niet dat iedereen genoeg liefde ontvangt. Dat denk ik sowieso niet. Maar ik denk dat dat ook heel moeilijk is. En niet iedereen verstaat hetzelfde onder liefde, hè? Dus daar zit ook verschil in. En als u denkt aan liefde, als u in één woord mag zeggen, wat is dat dan? Ja, houden van, vertrouwen. Geef liefde en dan krijg je hetzelfde terug.